verschillende visies, verschillende maatschappelijke opvattingen moeten allemaal kunnen worden weerspiegeld binnen ons bestel, binnen het NPO-bestel. En minderheidsstandpunten die dienen daarbij beschermd te worden. Met name tegen politieke visies van dominante groepen. Wat er nu dreigt te gebeuren in al deze zaken, dus sanctie 1, sanctie 2 en sanctie 3, is dat op grond van twee rapporten van de NPO-ombudsman, en dan moet je bedenken, dat is gewoon één persoon, hè, die stelt bepaalde rapporten op, daar gaat vervolgens het NPO-bestuur gaat daarmee aan de haal, legt verschillende sancties op, en op grondslag van die sancties willen ze vervolgens dat de hele licentie wordt ingetrokken van een omroep die heel kritisch is naar de overheid. Eigenlijk is zo'n rapport niet bedoeld om een sanctie op te gronden, maar stel je wil dat wel doen, dan moet je er heel kritisch naar gaan kijken. Nou, dat hebben wij in elk geval gedaan naar aanleiding van die sancties. En wat zien we dan? Uiteindelijk worden er in totaal een 17 aantal voorbeelden aangedragen door de ombudsman, waarin zij zegt, in deze 17 gevallen is er sprake van, let op, evident onjuiste informatie dat wordt verspreid. Dus niet onjuist, maar evident onjuist. Wij zijn één voor één elk van die 17 gevallen nagegaan en oprecht. Wij denken dat bij elk van die 17 gevallen er helemaal geen sprake is van onwaarheid, laat staan van evident onware uitspraken. Het is dus heel gevaarlijk wat je nu krijgt, dus dat één persoon een maatstaf heeft van waarachtigheid en wat klopt en wat niet klopt, en dan als een soort poortwachter gaat fungeren van wat de waarheid is en wat naar voren gebracht mag worden binnen het publiek bestel. Arnold, heb jij nog iets toe te voegen aan deze woorden van onze advocaat? Nou, het zijn heel mooie woorden natuurlijk. En wij denken ook dat we gewoon in ons gelijk worden gesteld uiteindelijk. Zeker door het Europees Hof van de Rechten van de Mens. Hè, waarbij de marges van de persvrijheid, de vrijheid van meningsuiting heel breed zijn. Dus dat gaan we winnen. We hebben natuurlijk een eurocommissaris die al gezegd heeft van een omroep verbieden. Daar moet je ongelooflijk voorzichtig mee zijn. We hebben het commissariaat voor de media die de NPO toch wat tegengas geeft. En ja, dus wij gaan ervan uit dat we gewoon winnen. Maar ik wil toch benadrukken dat zo'n strijd die de NPO, het NPO bestuur tegen ons voert, toch eigenlijk alleen maar verliezers kent. Kijk eens, wij voelen ons ook verliezer, want het kost ontzettend veel tijd. Het kost ontzettend veel geld. We moeten ons altijd verweren tegen onterechte verwijten. Dus wij winnen er eigenlijk helemaal niks mee. Nou ja, de publieke omroep, ook een hele grote verliezer. He, want stel voor dat wij eruit worden gegooid. Wie gelooft dan nog de NPO? Want ja, wat wij vertegenwoordigen in zaken massa-immigratie, de helft van de Nederlandse bevolking denkt er zo over. He, en klimaat, zeker een derde. En dus je zou het fundament onder het publieke bestel ondermijnen. En er komt nog bij dat je natuurlijk een ombudsman hebt. En wij geloven het instituut, maar ja, zij levert gewoon twee rapporten die niet deugen. Rammel aan de andere kant. Andere verliezer is de belasting betalen, want het kost 100.000 euro's aan advocaatkosten, proceskosten, weggegooid geld. En het allerbelangrijkste misschien is nog wel dat het prestige van Nederland. Wij zijn het land van de grote filosofen. De Erasmus, de Spinoza's en dergelijke. De vrijheid van meningsuiting stond altijd bovenaan. Aan. En dat wordt nu eigenlijk de nek omgedraaid door ja, een heel rancuneus bestuur van de NPO. Ik kan het bijna niet anders noemen. En helemaal ten onrechte. Had jij nou zoveel weerstand verwacht? Ik had wel wat weerstand verwacht, omdat we natuurlijk een nieuw geluid brengen. En een geluid dat ook groeit. Dus we zien ook wel het gevaar ervan in. Dat we zeggen van ja, maar niet iedereen gelooft de klimaatgekte. En iedereen is niet zomaar voor massa-immigratie. Maar dat die machten zo groot zouden zijn, dat hadden we eigenlijk niet verwacht. Maar we vinden het wel ontzettend zonde van Nederland. Weet je, er was altijd een land waar je heerlijk van mening kon verschillen. En dat wordt nu eigenlijk monddood gemaakt. En dat vind ik wel heel erg jammer. En als je nou een voorspelling zou moeten doen, denk je dat het gaat lukken uiteindelijk om onze uitzendlicentie in te trekken? Nee, ik denk het niet. Staatssecretaris Oesloe is een wijze vrouw en die wil niet de rest van haar leven het etiket hebben van je hebt een omroep verboden. Kijk, dan zijn we eigenlijk een bananenrepubliek geworden. En er komen in een soort tijdspannen, wat je ook had in Oost-Duitsland, onder het communisme, waarbij eigenlijk alleen nog maar de staat vertegenwoordigd mocht worden in de media. En daar zijn we helemaal terug bij af. Maar eventjes nu heel concreet over dit programma. We hebben nu de laatste uitzending van dit seizoen. Natuurlijk een brandende vraag van de kijkers. Ja. Iedereen vraagt zich af. Na de zomer komt Ongehoord Nieuws terug? We beginnen gewoon weer 5 september. We beginnen met het vierde seizoen alweer van Ongehoord Nederland. De staatssecretaris heeft al gezegd van dat ze voorlopig de eerste 6 maanden ook geen oordeel zal vellen. Dus sowieso zenden we uit tot december. Nou ja, dankzij alle leden, dankzij alle kijkers, zullen we
ook blijven groeien. En dat mensen gewoon de kans hebben om ons geluid te horen. Het is zo ongelooflijk belangrijk in de democratie. En wij gunnen de tegenstander ook een visie. We gaan dat nooit verbieden. We zullen ervoor vechten. Ook al bestrijders, wij zullen vechten voor hun vrijheid van meningsuiting. En dan hoop ik ook dat die bol een beetje draait. Dat ze ook opkomen van Ongehoord Nederland, Ongehoord Nieuws. Hartstikke leuk. Ga door. Dus we zitten 5 september weer gewoon. Zitten de kijkers hopelijk weer voor de tv. Yes, zeker.